Op de Regulushof ligt meer asbest dan verwacht. Een nog groter deel van de straat is nu afgesloten. De asbest ligt ook tussen de straattegels, in andere bloemperkjes en rondom 3 voortuinen. Of de asbest uit de plantenbakken is gewaaid of dieper in de grond ligt, is nog niet duidelijk. Eerst worden de straattegels schoongemaakt, de plantenperken zijn daarna pas aan de beurt. We weten dat op de Regulushof in een groot deel van de plantvakken asbest ligt. Niet bij de bomen, maar de rest van de plantvakken wel. En we gaan nu dat onderzoeksgebied verdiepen. Dus we gaan kijken hoe diep ligt het in de grond. Maar we gaan het ook uitbreiden naar de hofjes hieromheen. Om te kijken wat daar ligt in de plantvakken. De bewoners krijgen een tweede informatiebrief van de gemeente. Ondanks de linten en afzettingen maken de meeste bewoners zich helemaal niet druk. Van een paar losse deeltjes en zo weinig als hier ligt.